Tijdens de vierde editie van de United Business Fair, UBF, die morgen begint, zal de organisatie een business app introduceren. Dit wordt dus de eerste interactieve beurs van de UBF in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Iedereen die de beurs bezoekt, krijgt deze gratis business app en wordt meteen voorzien van business news. Ook zullen de exposanten in de gelegenheid zijn middels pushberichten hun acties te delen met de bezoekers, zegt Edward Lee, die belast is met de organisatie. Deze mededeling deed hij vanmorgen tijdens een persconferentie in het KKF-gebouw. Met de United App beogen we om het bedrijfsleven veel dichter bij elkaar te brengen en voor een veel goedkoper tarief dan zeg maar, de bestaande soortgelijke platformen om dat te realiseren. Waarom doen we dat? Het is echt een product dat ontstaan is door de economische zeg maar, malaise. En ze zeggen altijd toch, als je arm bent, dan word je heel erg creatief. En soms is armoede ook goed. En dan bedoel ik niet armoede in de letterlijke zin, maar als je in een hoekje gedrukt wordt als land en als individu, dan ga je automatisch naar mogelijkheden zoeken. Lee zegt dat de organisatie gegroeid is van 42 naar 97 exposanten. De beurs die morgen wordt gehouden is volgens hem een voorloper op een internationale beurs die het komend jaar gehouden zal worden. Die fair zal verschillen van de huidige, zegt Lee. We gaan United Caribbean opzetten. United Caribbean gaat in samenwerking met, direct met de samenwerking, de gesprekken zijn er al. Zullen we met alle actoren, zowel op het gebied van toerisme, met name toerisme en natuurlijk het bedrijfsleven in de regio, zullen we bij elkaar halen, convergeren naar Suriname met als grote partner China. Die gesprekken zijn er ook al geweest. Dus nogmaals, deze beurs is SEC een voorbode van de volgende beurs, waarbij de verdeling anders zal zijn. Er zal een derde deel zal het Suriname zijn en twee derde deel zal het regio zijn en het grote China. Uit de afgelopen beurzen is bekend geworden dat veel Surinaamse bedrijven gebruik maken van dit nieuwe platform, zegt de organisator. Ondernemers kunnen hun producten nu rechtstreeks aan collega-ondernemers aanbieden. Tijdens deze vierde United Business Fair zullen er ook seminars verzorgd worden die nagenoeg gratis toegankelijk zullen zijn. De interactieve beurs van United, Business Fair wordt morgenmiddag geopend op het terrein van de KKF.